Het is niet zo moeilijk om naar een voetbalwedstrijd te gaan en in het wilde weg wat plaatjes te schieten. Het gaat er vooral om dat je begrijpt wie wat wil. Ik denk dat wij als geen ander begrijpen wat de markt vraagt. In deze tijd hebben we te maken met online, die heel snel het beeld wil hebben. We hebben te maken met de krant van morgen en we hebben te maken met de magazines die volgende week of volgende maand zelfs worden uitgegeven. De media in Nederland zijn door de jaren heen sterk veranderd. Na de bestaande kranten en televisie was er ineens het internet. Daarna volgde de opkomst van de sociale media. Alleen slimme ondernemers zagen op tijd een verschuiving in de markt. Ik ben Stanley Gonta, in 1991 begonnen als zelfstandig fotograaf. 10 jaar later bedacht om tijdens de overgang van het analoge tijdperk naar het digitale tijdperk een fotopersbureau te beginnen onder de naam ProShots. 18 jaar later zijn wij met 25 fotografen door Nederland het toonaangevende fotopersbureau op het gebied van sport. Stanley Gonta is een van die slimme ondernemers. Hij zette vlak na het EK in het jaar 2000 het inmiddels grootste fotopersbureau van Nederland op. Als je nou nagaat dat wij vroeger met filmrolletjes werkten en nu met CF-kaartjes, dan is er wel heel wat gebeurd. Het betekende in feite dat je met een beeldbank verschillende mensen hetzelfde werk kon laten doen in Nederland. Dat is precies wat wij op dit ogenblik doen. We volgen alle wedstrijden in de eredivisie met 2 man, de eerste divisie altijd met 1 en de tweede divisie ook met 1 fotograaf. Bij elkaar opgeteld betekent dat wij het hele betaalde voetbal coveren voor Nederlandse media. Als we daarnaast dan ook de televisie bij optellen, waar ons beeld te zien is bij Fox, bij Veronica Insight, bij RTL en zelfs bij Studiosport, dan begrijp je dat we eigenlijk een groot spectrum van beeld moeten insturen. ProShots is door de jaren heen uitgegroeid tot een bedrijf met 25 fotografen in Nederland. Speerpunt van de fotografie is de journalistieke inhoud. Kortom, het verhaal achter de foto is minstens zo belangrijk als het mooie plaatje. In onze huidige tijd hebben we vooral te maken met zogenaamde live blogs. Dat betekent dat gedurende de eerste helft heel veel foto's al online moeten staan. Dit doen wij niet alleen door 2 fotografen op een eredivisiewedstrijd te zetten, maar we maken ook steeds meer gebruik van editors. Dat zijn mensen die achter de knoppen zitten, op kantoor of zelfs thuis, en die eigenlijk het beeld van onze fotografen bewerken en beschrijven. Wij maken dan gebruik van zogenaamde wifi-transmitters, waarbij het beeld rechtstreeks vanuit de camera het internet opgaat. Stanley Gonta is ProShots en ProShots is Stanley Gonta. Met zijn ervaring en kwaliteiten weet hij wat de media nodig heeft. Soms vraagt het om een extra inspanning. Als je bijvoorbeeld op een mondiaal eindtoernooi wil werken, moet je maanden van tevoren ervoor zorgen dat je op een lijst van geaccrediteerde fotografen komt te staan. Dat is een lastig traject, zeker met de grote belangstelling die er altijd is. En toen kwam het WK in 1998. Dat betekende dat in die tijd alles nog op papier ging. Het accrediteren ging via de Nederlandse Sportpers, dat is de organisatie waar wij als fotografen in Nederland lid van zijn. Het probleem was alleen dat er 23 posities beschikbaar waren voor pakweg 48 fotografen. Ik voelde dat het misschien wel eens moeilijk zou kunnen worden. In 1998 werd Stanley Gonta's accreditatieaanvraag voor het WK voetbal in eerste instantie niet gehonoreerd. Mijn vermoeden was wel een beetje bewaarheid. Want het bleek dus dat 23 Nederlandse fotografen op de lijst stonden, maar ik niet. Ik kreeg een zogenaamde TA-accreditatie, technische accreditatie. Daar kon je niet zoveel mee. Het was eigenlijk bedoeld voor mensen die filmpjes gingen ontwikkelen voor hun fotografen. Maar wat kon ik ermee? Ik mocht plaatsnemen op de tribune, feitelijk alle wedstrijden bezoeken, alleen niet op het veld. Daar was hij echter op voorbereid. Hij bedacht een plan dat hem ter plekke zou helpen zijn accreditatie alsnog voor elkaar te krijgen. Ik heb contact opgezocht met Alain Leiplang, een meneer die op dat ogenblik de hoogste baas was van de mediagroep van het WK 98. Gonta gaat met zijn bedrijf ProShots altijd voor het maximaal haalbare. Zonder te twijfelen nam hij 3 maanden van tevoren contact op met de persen van het WK om uiteindelijk ter plekke zijn aanvraag om te zetten. Dus toen het juni 1998 was en ik mijn accreditatie ophaalde,
toen moest ik plaats gaan nemen voor een camera waar mijn foto werd gemaakt. En die foto verschijnt op je accreditatie. En er verscheen de letter TA, technische accreditatie. Het was een spel, een vooropgezet spel. Want ik wist natuurlijk al lang wat ik ging zeggen. Ik zeg, no, je suis un fotograaf, op mijn beste Frans. Het spel wat ik speelde was, maar luister, u weet toch dat ik een PHO moet hebben? Oh, ik heb heel toevallig wat magazines mee. Kijk maar in het magazine. PHO, daar staat mijn naam, Stanley Gonta, ik ben een fotograaf. PHO. Dus te loop zei ik, misschien kent u meneer Alain Leblanc wel. Ze zegt, dat is mijn baas. Zegt, nou, als u even meneer Alain Leblanc wil bellen, wellicht kunnen we dat omzetten van een TA naar een PHO. Zij pakt de telefoon op, heeft meneer Leblanc aan de lijn en ze zegt, ik heb hier een meneer Stanley Gonta uit Nederland en die wil u even spreken. Ik denk, laatste hindernis. Als ik hem weet te overtuigen, wordt mijn accreditatie misschien omgezet van een TA naar een PHO. Ik zeg, Mr. Leblanc, I'm Stanley Gonta. Do you know who I am? Of course I know who you are. You are calling me all the time. En op dat ogenblik wist ik dat het kwartje begon te vallen. Hij wilde nog even de telefoon hebben met die dame die de accreditaties regelde. Ik moest weer plaats gaan nemen op de stoel voor het nemen van een pasfoto. Ik zie mijn badge op het scherm verschijnen en de letters TA veranderen in PHO. Een enorm yesgevoel maakte van mijn meester, want nummer 23 werd verlengd met een nummer 24. Ik was de 24e fotograaf van de Nederlandse fotojournalisten die het werk vanaf het veld mocht doen. Puur omdat ik de weken daarvoor heel veel werk heb gedaan om meneer Leblanc alvast in te lichten. Wat ik uiteindelijk wil zeggen is dat in welke industrietak je ook werkzaam bent, zeker in mijn industrietak, je moet er eigenlijk altijd alles aan doen om dat te bewerkstelligen wat je in je hoofd hebt. Het is heel makkelijk om meteen weg te lopen als iets niet lukt. Maar ik zeg altijd, alles lukt als je wil.